raadsel. Het heeft twee duimen. Gaat vanavond een hele vette film kijken. Deze jongen. Ja, het is misschien... jij hebt die film waarschijnlijk al 100 keer gezien. Wonder Woman. Ik word gek. Ik word gewoon gek. En wel, dat is misschien wel een van de meest succesvolle superhero movies aller tijden. Wel, het is de ultieme female empowerment film. Het is gemaakt voor een powervrouw zoals jij. Maar Wonder Woman dus. En ze ontmoet een Britse spion die haar vertelt dat de Eerste Wereldoorlog een volle gang is. En zij is ervan overtuigd dat Ares, weet je wel, de god van de oorlog, daar verantwoordelijk voor is. Dus zij gaat daar naartoe, naar het front, om te vechten tegen Ares. Hè, om op die manier, zeg maar, die oorlog vroegtijdig te beëindigen. Ah, je bent een history buff. En ik zie jij wel denken, dat is niet helemaal accuraat historisch misschien, klopt. Nou en? Die film is super vet. En die actie, jongen, dat vind je echt gruwelijk. Het zijn heel snel en explosief. En dan en opeens is alles een... En natuurlijk heeft Wonder Woman haar iconische lasso of truth bij zich. Weet je, een ding is zo vet als ze die over iemand heen gooit. En je vraagt die persoon niets, dan moet die de waarheid vertellen. Dat is toch gruwelijk? Nee. Je spreekt de waarheid. Wonder Woman dus. Kijken. Girl power. Mmm.